Stichting Betaliana heeft een deel van de toegezegde subsidie van de regering vandaag ontvangen. Bijkans 300.000 SRD is gestort op de bankrekening ten behoeve van de exploitatiekosten. Een ongeveer even groot bedrag ten behoeve van direct kindgerelateerde kosten moet nog worden ontvangen. Als dit bedrag ook gestort wordt voor het einde van het jaar, is sluiting van de instelling voorlopig van de baan. Afgelopen dinsdag bezocht minister Joan de Goyo van Sociale Zaken en Volkshuisvesting het tehuis in gezelschap van haar onderdirecteur Categoriaal Maatschappelijk Werk. Ook het bureau opvang instellingen was vertegenwoordigd. Na een rondleiding vond er een gesprek plaats met leden van het dagelijks bestuur, directie en staf over onder andere de financiële situatie en ook de personele aangelegenheden. Hierover werd al geruime tijd geleden aandacht gevraagd van het ministerie. In de visie van het bestuur en directie neemt verdere professionalisering een belangrijke plaats in. Dit kan gerealiseerd worden door in-service en on the job training. De strategische beleidsdoelen van Betaljada zijn daarnaast ook gericht op behoud en uitbreiding van werkgelegenheid en zorgcapaciteit. Terwijl eveneens wordt gedacht aan decentralisatie van de opvang.